Kom op, hou vast, hè. Hou hem vast. Hou hem vast. Kom op. Yes. Oké. Okay. Aha, kijk. Dames en heren. Laat maar zien, hoor. Helemaal goed. Het enige wat wij nu nog van jullie willen is eigenlijk dat jullie met ons mee gaan afstellen. Van 5... Ja, heel goed. Hartelijk applaus nogmaals. Je kunt er dan zelf niet bij aanwezig zijn. Je krijgt alleen 4 filmpjes bij die sfeer te pakken, omdat hij wereldkampioen wordt. Dat is natuurlijk gewoon onwijs gaaf. En je ziet ook in één keer wat dat doet met die sporten. Wat is eigenlijk jouw sportieve achtergrond? Heb je vroeger zelf, of je doet volgens mij nu niet aan sport? Nou, ik zou daar geen grappen over maken als ik jou was. Nee. Nou, 3 keer de Tour de France. Met de auto. Ik denk van, goh, die staat in het midden, dus die zal nu wel winnen. Dat is dus niet zo. Het is iedere keer weer een verrassing. Dus ik ga de wethouder vragen, druk alsjeblieft op de knop. En dan gaan we zien, wie wordt het sporttalent van 2015? Marushka! Mooi gericht. Ja, en komt gelijk dat gemeentehuis ook aan bod, waar Douwe het net over had. Ja, daar hebben we het op het kantoor ook even heel veel gehad. Ja, het woord markant voelde ook heel vaak. Ja. Markant inderdaad, hoe markant jullie zijn. Hey, en wat vind je het mooiste plekje van Hardenberg dan? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat dit wel het bekendste plekje voor mij is. Dus ik vind het eigenlijk wel een heel mooi uitzicht. Ja, ik ook. Nou, je ziet het zoveel, maar... Nee, dit waren mensen die aandacht hebben, mensen die iets met sport hebben en die vanavond komen kijken naar welke talenten en sporters het beste hebben gedaan. Dus dat is heel mooi. Ik ben heel benieuwd wat je te vertellen hebt. Dames en heren, Bas van der Goor. En jullie mogen even zitten als je wilt. Met z'n 2 of met z'n 4 in een roeiboot zitten, 2 kilometer hard als je kunt roeien en aan het einde van het toernooi de gouden medaille ophalen. Ontzettend knap. Toen kreeg hij, toen hij klaar was, kreeg hij de diagnose diabetes. Want dat denken meer mensen, maar ik ben eigenlijk heel erg met sport bezig. En dat vind ik eigenlijk veel leuker. En ja, daar ontkom ik niet aan. We moeten gewoon de hele dag tussen rond de 140 rijden. Dus we zijn dat die formule, die heb ik gewoon 24 uur per dag in mijn hoofd zitten. Dus elke keer als ik wat doe, als ik hier aankom of als ik wat ga sporten, dan moet ik daarover nadenken. Ja, daar ontkom ik niet aan. En het is niet zo dat ik als ik een keer een woordje diabetes lees of in een e-mailtje, dat ik daar meer mee bezig ben. Nee, we zijn bezig met het organiseren van leuke evenementen voor mensen met diabetes en proberen hen ook een beetje lucht te geven tussen alle berichten hoe naar het is om diabetes te hebben. Van jongens, kom op, gewoon, het kan wel en gewoon je dromen waarmaken. Stapje over. Ja. Arnoud, ik ga dezelfde vraag aan jou stellen. Wat was jouw hoogtepunt? Zilveren medaille tijdens het WK daar in eigen land. En wat moet je daarvoor doen? Hard trainen. Ja, bij open deuren, snap ik. Maar, nou, laat ik zo zeggen, wat moet je ervoor laten? Veel. Eerder ging ik wel veel. En dan tot slot, Dave. Ja, dan laat ik dan maar eens nooit een hele vraag stellen. Wat was jouw hoogtepunt? Ja, ik denk dat de laatste wedstrijd van het kampioenschap, het Nederlands kampioenschap, dat ik kampioen ben gewonnen. Waar ik natuurlijk super tevreden mee ben. Ja, ik kan me voorstellen dat je dan wel tevreden bent. Maar hij zegt net van, goh, er waren ook misschien nog wel andere wedstrijden waarvan ik eigenlijk het gevoel had van, dat ging eigenlijk misschien nog wel lekkerder dan die grote titel. Geldt dat voor jou dan ook, zoiets? Ja, ik heb er natuurlijk een goede wedstrijd bij gehad. Sommige wedstrijden waren ook wel minder, maar ja, anders ben ik niet kampioen met die goede wedstrijden. Ja, ik heb in 2015 ook het WK de 250cc mogen rijden. Een uitstekende 5e plaats. Dat zeg ik nu, toen was ik er nog niet tevreden mee, maar... Waarom was je toen niet tevreden? Al 5 op WK is toch hartstikke goed? Ja, ik had het zelf ook niet verwacht dat ik toen in de finale stond. Alleen de eerste bocht die ging net wat minder. En daardoor werd ik een beetje teleurgesteld, maar verder super. We gaan het zien of het jou ook de titel dan kost, die bocht. Eerste reactie. Ja, mooi. Ja, dit blijft toch wel een beetje Hardenbergse nuchter rijden. Ja, mooi, ja. Ja, moet ik dan eerst een fiets gaan houden? Ja, eigenlijk wel. Wie wil je allemaal bedanken? Ik wil jou bedanken en
Nou ja, mijn ouders, opa, oma, familie, coaches. Ja, Douwe. Valt me tegen dat hij vandaag geen rode schoen aan heeft. Ik denk, pas ik erbij, maar ja. Wat fijn om hier voor jullie iets te mogen vertellen. En ik vind het ook zo belangrijk, want volgens mij zitten hier ook een heleboel ouders en trainers in de zaal, toch? Toch of niet? Ja, kijk. En ik denk dat zo ongelooflijk belangrijk is. En als ik terugdenk aan mijn jeugd en aan mijn ouders waar ik begon, was het altijd mijn vader die altijd wel een soort van koers uitzette. En dacht, goh, sport is mooi. En mijn vader dacht niet, sport is mooi, want dan wordt hij later Olympisch kampioen. Mijn vader zag puur sport als gewoon, dat is mooi, maar dat is een mooie voorbereiding op het leven. Het is wel heel verkeerd als ik zou zeggen dat ik kanker overwonnen zou hebben. Ik ben in dat ziekenhuisbed gaan liggen en ik heb het ondergaan. En ik zou het wel zien, ik heb gewoon een heleboel geluk gehad. Ik leef wel bezig met de vraag, goh, waarom heb ik dat geluk dan wel gehad? Vandaag de dag vertel ik dat van elke 10 mensen die vandaag de diagnose kanker krijgen, zullen er over 5 jaar nog steeds 6 in leven zijn. En stapje voor stapje maken we die kans om te kunnen herstellen van kanker ietsje groter. Dat doen we doordat mensen zich inzetten voor KWF-kankerbestrijding en geld inzamelen. En zo kwam ik in contact met de Samenloop voor Hoop. En Samenloop voor Hoop vind ik een fantastisch wandelevenement, wat 24 uur duurt. Waar alles samenkomt, waar mensen 24 uur op een atletiekbaan of 24 uur in een mooie omgeving rondjes wandelen en om zodoende geld in te zamelen. Ik vond het bijzonder om te horen dat jullie ook in Hardenberg ook een Samenloop voor Hoop hebben, namelijk 27 en 28 mei. Ik ben voor die specifieke organisatie niet de expert. Maar Bertrand is dat wel, en die wil ik graag even naar voren roepen. Over wat jouw doel is, hoe jij het ziet, en misschien ook hoe de mensen jou hier kunnen helpen. Ja, dat zal ik mijn best doen. Als eerste vind ik super fijn dat je hier bent om het verhaal te ondersteunen voor Samenloop. Even kijken, waar begin ik? 11 november 2014, dat is mijn vader overleden. Na die tijd ben ik gevraagd door het afdelingsbestuur hier van de KWF om daar een plaats te nemen en evenementen en activiteiten te gaan organiseren. Op die manier ben ik ook gevraagd om de Samenloop voor Hoop in Hardenberg te gaan organiseren. Ik ben tweede weekend van juni afgelopen jaar in onderwezen kijken, daar hebben ze de Samenloop gedaan. Ik heb er 3 uur rondgelopen en gedacht van nou, dit moet ook in Hardenberg komen. We hebben goed contact gehad met de wethouder, meneer De Vent, van nou, kijk de gemeente Hardenberg hier tegenaan. En in augustus vorig jaar hebben we met elkaar besloten, we gaan ervoor. Ja, ik vond jou het goed, dat je het niet... Ja, zo zie je maar wat er al niet kan gebeuren als je maar lang genoeg in de kantine blijft zitten. Ja, jullie mogen erbij komen hoor, dames. Ja, natuurlijk. Die voor de titel behalen, is toch mooi? Ik kan me gelijk voorstellen dat er haar gezellig is in de kantine. Goed, Douwe, waar ben je? Oh, daar, ja. Stonden wij zeg maar in de commissie ook, bij de teams, alleen maar dames. Klopt dat? Ja, alleen maar dames. En ja, kijk maar, wat me wel weer opvalt, is dat in heel veel gevallen de begeleider toch bij de heren zit. Ja, flauw. Proficiat, hartstikke mooi. Ja, we vonden ook vanuit de commissie hartstikke leuk dat het nu de damespotten waren, heel gevarieerd. Ja, van voetbal, volleybal, tennis. Ja, en wat wij belangrijk vinden, je hoeft niet altijd op het hoogste niveau te zitten, maar wij vinden het altijd belangrijk dat er nou, een drive in zit. En ja, vaak is het toch zo, of het nou een kampioenschap in derde, tweede of eerste klas is, kampioenen, ja, daar gaat het om. En dat gaat dan natuurlijk om jullie, maar het gaat ook om andere mensen, ja, te stimuleren om mee te doen. Om een drive te hebben, en je hoeft niet altijd te winnen, maar meedoen. Ja, en nou, jullie zijn met jullie uitstraling, als je ziet hoe er net gereageerd was, zijn jullie toch misschien wel weer een klein beetje een voorbeeld. En misschien zet je daardoor wel weer anderen aan om ook voor de sport te gaan en misschien wel volgend jaar hier te staan.